Het lijkt erop alsof het een soort ideale wereld is waar je kan wandelen, waar je heel gelukkig kan zijn. De tentoonstelling in het Centraal Museum gaat over Hoogkaterijnen en Kanaleiland. Het gedroomde woonproject Kanaleiland is een mooi voorbeeld van snel bouwen in de naoorlogse jaren. Kijk, er werd met een stempelmethode ontworpen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld dit blok af is. En als je hem hier neerzet, waarom zet je hem dan ook niet hier neer en hier neer en hier neer en hier neer? Dus dan kan je in hele korte tijd een enorm volume creëren. Het utopische beeld van Kanaleiland pakte volgens Bart Rutte niet helemaal zo uit als vooraf werd gedacht. Het kwam denk ik in een neerwaartse spiraal terecht, omdat de behoeftes die de stad op dat moment had, de mensen die daar woonden, niet meer aansloten bij wat er toen gebouwd was. Naast Kanaleiland werd ook Hoogkaterijnen gebouwd. Het moest fungeren als knooppunt tussen de Utrechtse binnenstad, het station en in verbinding staan met de rest van Nederland. Wat zo leuk is, toen reageerde iedereen super enthousiast. Het moest het nieuwe centrum van Utrecht worden. Er was heel veel belangstelling voor om zoiets moderns naar deze binnenstad te halen. Maar bij de opening waren er hele andere geluiden te horen. Protest uit de stad, omdat men het niet eens was dat een aantal belangrijke oude gebouwen uit de binnenstad hadden moeten wijken voor het gebouw. En er was een nieuwe tijdgeest. Het werd op een gegeven moment ook wel de lelijkste plek van Nederland genoemd. Het bood onderdak aan daklozen en drugsverslaafden. Maar de duistere periodes van Kanaleiland en Hoogkaterijnen zijn toch wel ergens goed voor geweest. Ik denk dat je altijd leert van je verleden als stad. Dus ook de periodes die duister waren. Die hebben hopelijk nieuwe inzichten gebracht door dat proberen op te lossen tot een betere stad nu.